Goedenavond voor jullie allemaal. Welkom in vierde dag van onze novena van Maria, onze lieve vrouw van altijd durende bestand. Almachtige God kwam naar ons mensen in de vorm van een zwakke baby. God wil een menselijk lichaam aannemen en onder ons leven. Hij wil mens worden, zodat wij Gods wil met onze menselijke beperkingen kunnen kennen. In Maria's eenvoud en beperkingen straalt ze de glorie van God uit. Zo worden wij ook uitgenodigd om altijd Gods glorie uit te stralen en Gods waarheid te delen in ons dagelijks leven. De kleuren en de kleding van Maria en Jezus. Om ons geloof en vertrouwen in Maria te versterken, heeft de maker van de icoon door de keuze van de kleuren en het gebruik van symbolen theologische uitspraken over Maria en Jezus in beelden weergegeven. De Griekse letters boven het hoofd van Maria duiden haar aan als moeder van God. Maar ook aan degene die toentertijd niet konden lezen, laat Maria zich als de uitverkorene van de door de hemel begenadigden. Zij is in een donkere blauwe mantel of gewaad met groene voering gekleed. En daaronder draagt zij een rood kleed. Blauw, groen en rood waren de kleuren van koningen en koninginnen. Ter hoogte van het voorhoofd heeft de schilder van de icoon een achthoekige ster aangebracht. En deze betekent dat Maria de ster is die ons naar Jezus leidt. Om naar deze symboliek te verwijzen, is naast de ster nog een kruisvormige versiering aangebracht. En ook de kleuren spreken een heel eigen taal. Maria is in het rood gehuld. Rood is de kleur van de liefde. Maria, zo wil ons gezegd zijn, is met haar hele wezen in de liefde gedompeld en door haar omkleed. En op de liefde rust het geloof, aangeduid door de blauwe kleur van het gewaad. En het groen, de kleur van hoop, daarmee is het gevoerd. Want gedragen wordt het geloof door hoop, vertrouwen en zekerheid. In het blauw van het gewaad is gouddraad geweven. Dit betekent dat echt geloof reeds in de hemel in zich draagt. Geloof en godsvertrouwen zijn de bruggen van het leven hier op aarde naar het hiernamaals. En ook Jezus draagt de koninklijke kleuren groen en rood. Het groene gewaad waarin hij gehuld is moet ons zeggen: Hij is het die ons hoop geeft. Bij hem is het heil en de macht. En door hem mag iedereen komen, de kleine en zwakke, de succesloze, de ontgoochelde, de miskende, de afgewezene. Maar ook de sterke met zijn zwakheden, de bereidwillige met zijn bedenkingen, de besluitvaardige met zijn foute beslissingen. Jezus heeft zich met de rode band van liefde omgord, symbool van de bereidheid om op weg te gaan. Jezus zal op weg gaan naar degene die zijn hulp verwachten. Hij zal begeleider en metgezel zijn voor ieder die hem uitnodigt. Jezus is dus gehuld in een bruine mantel. En bruin symboliseert de kleur van de aarde. Het leven op aarde met zijn hoogte en diepte. Zijn leed en zijn vreugde. Met vriendschap en afwijzing. Jubel, glans en bitterheid. Dat heeft hij op zich genomen. Beste mensen, laten we samen bidden bij Moeder Maria. Maria, in mijn gebed zou ik willen aansluiten. Allen die in het leven vastzitten, zodat zij nauwelijks nog kunnen ademhalen,
allen weer gewone levensritme verstoord is. Allen die anderen door hun liefde en hulp nieuw leven schenken of laten opleven. Allen die strijden voor een menswaardig leven. Allen die het leven beschermen en in staat houden. Moeder van altijd durende bijstaan, met een groot vertrouwen richt ik mij tot u. Niemand heeft ooit te verheerst dat u zijn toevlucht genomen. Ik heb u nodig. Wees bij mij en verlaat mij niet. Help mij dat ik niet verleid word tot het kwade. Maak mij sterk vandaag en iedere dag. Goede moeder, geef mij steeds wat ik het meeste nodig heb. Ook al is dat niet altijd wat ik het liefste wil. Geef mij geloof en liefde voor God en mijn naaste. Lieve moeder, spreek over mij uw zegeningen uit en bid voor mij nu en in het uur van mijn dood. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Beste mensen, laten we dit novengebed beëindigen met de naam van God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.